Hoi allemaal, daar ben ik weer met een nieuwe kunstles voor thuis. En ik was aan het verzinnen wat we dan thuis kunnen doen met spullen die je al hebt. Maar ik weet het niet zo goed. Gelukkig mag ik eerst dit lekkere taartje opeten. Hé, dat is een goed idee. Met aluminiumfolie kunnen we hartstikke goed kunst maken thuis. Zo. Kijk, ik heb nu al een boom. Snel, hè? Er zijn kunstenaars die heel mooie dingen hebben gemaakt met aluminiumfolie. Kijk maar mee. De Japanse kunstenaar Mitsuya is beroemd geworden met zijn aluminiumfolie kunstwerken. Kijk maar. Hij maakte deze gigantische wesp. En hier kun je goed zien dat hij heel grote stukken folie gebruikte voor de vleugels en hele kleine stukjes voor de haren. Zo heeft zijn kunstwerk toch verschillende texturen, ook al is het helemaal van aluminiumfolie gemaakt. Hij maakte niet alleen deze gigantische wesp, hij maakte ook een hele mooie tuin. Kijk, met deze prachtige bloemen en bladeren van grote stukken aluminiumfolie en hele kleine, goed vastgeknepen stukjes. En een heel groot, heel erg cool paard, zoals deze. Gaaf, hè? Ik wilde jullie ook graag dit kunstwerk laten zien. Dit is gemaakt door Anatol en hij werkt niet met aluminiumfolie, maar wel met metaal. En dat kan je dus ook vouwen en buigen, waardoor het net lijkt alsof het ook van folie is gemaakt. Zien jullie ook de kreukels die erin zitten? En deze beelden zijn gemaakt door Giacometti. Hij is heel beroemd geworden met zijn lange, dunne kunstwerken. Het lijkt net alsof ze bijna gaan omvallen. Gelukkig heeft hij ze allemaal een grote voet gegeven of een sokkel aan de onderkant, waardoor ze stevig kunnen blijven staan. Net als mijn boom. Zien jullie ook dat de kunstwerken van Giacometti ook weer al die mooie kreukeltjes hebben? Daarom vinden mensen zijn kunstwerken zo ontzettend mooi. Wij gaan zo ook aan de slag, dus loop vast naar je keuken en zoek je eigen rol aluminiumfolie. Dan kunnen we aan de slag. Als je je rol folie hebt gevonden, scheur dan alvast lekker veel stukken voor jezelf af, want we gaan eerst oefenen voordat we er een echt kunstwerk van gaan maken. Aluminiumfolie is heel erg dun, maar ook heel stevig, want het is van metaal gemaakt. Dus daardoor kun je het heel makkelijk scheuren. Maar als je het buigt, dan blijft het in de vorm die je erin geknepen hebt. En je kan ook erin knijpen. Frommel eerst je stuk een beetje bij elkaar, zodat het in één hand past. En daarna even goed knijpen, want waar je het hebt geknepen, wordt het extra stevig. Dus hier zo heb ik al een soort boomstam geknepen. Als je nu wil dat je kunstwerk blijft staan, dan moet je hem even goed plat op de tafel drukken, zo. Even goed. Ik heb hem goed aangedrukt en nu is de boomstam heel erg stevig en heb ik hier nog een stukje waar ik bladeren of takken van kan maken. En die kan ik dus heel makkelijk scheuren. Ik heb nu die stukken en die ga ik nu met mijn vingers tegen elkaar aanknijpen, zo. Die takken staan nu een beetje te recht omhoog, vind ik. Gelukkig kan je folie ook heel makkelijk buigen. Kijk maar, deze tak gaat nu naar beneden groeien. Deze gaat naar links en dan naar rechts. Zo, deze een beetje omhoog. Zo, nu lijkt het een hele oude winterboom. Ik heb nu een leuke boom gemaakt, maar ik zou eigenlijk ook heel graag een mens willen maken. Daarvoor heb je eerst een hoofdje nodig. En die heb ik al, kijk. Perfect voor een hoofdje. Daarna pak je een groot stuk. En dan stop je het hoofd in het midden. En als je goed in het midden op je hand ligt, dan ga je het helemaal omhoog buigen, alle stukken die over zijn. Zo. Tot hij een spook geworden is. Druk zijn nek goed aan, dus weer voorzichtig knijpen. En nu heb ik nog stukken over waar ik een arm, een been, misschien of een lijf kan gaan maken. En straks maak ik er gewoon nog een stukje aan vast. Eerst even aandrukken. Zo. Ik denk dat ik twee armen kan maken. Kijk, dat past precies.
Ik ga er nog een stuk aan vastmaken. Een hele grote. Rol die eerst even. Zo. Eromheen. En dan heb je een heel groot stuk dat uitsteekt. En dan kun je gaan nadenken. Wil je net als meneer Diacometti één been? Of wil je graag twee benen? Of wil je graag dat je poppetje een lange jurk of een cape aankrijgt? Dat kan je nu allemaal gaan bedenken. Ik wil graag twee benen. Dus ik ga hier in dit grote stuk scheuren. Zo. Nu heb ik twee uitstekende stukken. En die ga ik net als de boomstam weer even knijpen. Dit ook even knijpen. Zo. Benen. Wat zou die kunnen doen? Het lijkt net wat hij aan het rennen is. Of springen. Dansen misschien. Net als de bomen ga ik ook zorgen dat hij voeten krijgt. Waarmee hij misschien kan staan. Zo. Als hij niet wil staan, pak je gewoon even nog een extra stukje. En dan geef je dus grote, dikke voeten. Zodat hij stevig kan staan. Zo. Dit wordt een superheld, want die hebben we wel nodig nu. Daar maak ik een cape voor hem. Aan de bovenkant even kreukelen tot het een mooie cape wordt. En die kan hij zo om zijn nek doen. Soms gaat het een beetje mis, kijk maar. Zijn been valt er bijna af. Gelukkig kun je dat heel makkelijk repareren door er gewoon nog een extra stukje folie omheen te draaien. Goed aanduwen. Dat zit weer een stuk steviger. Zoals je ziet heb ik heel goed geoefend voordat het lukte. Gelukkig zit er heel veel folie op één rol. Ik ben heel benieuwd wat jullie hebben gemaakt. Is je kunstwerk klaar? Maak dan een mooie foto en stuur die naar mij. Dan zorg ik dat die op Social Schools komt. Veel plezier! Doei!